belooft vandaag een warme dag te worden met temperaturen van rond de 20 graden aan zee tot 25 graden in het Groene Hart. U kijkt naar het TV West Nieuws van maandag 11 mei. Mijn naam is Nawal Bakali. Twee Haagse kinderen van 11 en 13 jaar zijn zondagavond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de A28 van Zwolle richting Amersfoort. Het kind van 11 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Omroep West. Ook de ouders en een derde kind van 4 jaar raakten gewond. Bij het ongeluk zijn geen andere auto's betrokken. De automobilist raakte van de weg na een stuurcorrectie. Bij het ongeluk tussen Wezep en het Harde werd een traumahelikopter ingezet. De rijstrook was 1,5 uur lang afgesloten. Op de Middelbroekweg in Naaldwijk is gistermiddag een aanrijding geweest tussen een auto en een scootmobiel. Hierbij zou de persoon in de scootmobiel gewond zijn geraakt. Volgens nieuwssite Regio 15 deden de verkeerslichten het niet. Het slachtoffer is volgens de nieuwssite naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Er is nog steeds geen spoor van de vermiste Leidenaar Rob Mentink. Gisteren was een grote zoekactie in Park Kronenstein. De man van 48 is sinds vrijdag spoorloos. Met de hulp van een helikopter kammen agenten de omgeving uit. Ze zoeken onder meer in Park Kronenstein naar sporen die naar de vermiste man zouden kunnen leiden. Ook is er gezocht in het naastgelegen recreatiegebied de Vlietlanden. De man vertrok vrijdagavond op de fiets naar Park Kronenstein in Leiden en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. ADO Den Haag heeft haar laatste uitwedstrijd van dit seizoen verloren. In Tilburg was Willem II met 1-0 te sterk. Het enige doelpunt van de wedstrijd wordt in de tweede helft gemaakt door Willem II-speler Samuel Armenteros. De nederlaag van ADO Den Haag heeft geen consequenties. De Haagse ploeg is al veilig en blijft op de 13e plaats staan. Maar goed, ik denk dat dit wel een van onze betere uitwedstrijden was. Ja, en dus des te vervelend dat je er niks aan overhoudt. Ja, vooral omdat het doelpunt dat je tegenkrijgt. Eigenlijk waren er een aantal momenten al daarvoor met name Meijers, waarin wij zelf eigenlijk de mogelijkheden weggeven. En dat is altijd zonde om zo te verliezen. En het doelpunt zeker, dat is gewoon verschrikkelijk als je zo'n een goal tegenkrijgt. Maar goed, voor mij het belangrijkste is dat ze in principe alles aan gedaan hebben. En wat ik al zei, ik denk een van onze betere uitwedstrijden. Het hele weekend is in Den Haag de slag om Ypenburg herdacht. Precies 75 jaar geleden vielen Duitse troepen de drie vliegvelden rondom Den Haag aan. Onder toeziend oog van burgemeester Josias van Aartsen van de gemeente Den Haag wordt stilgestaan bij de aanval in de meidagen van 1940. De landing van Duitse parachutisten wordt afgeslagen. Bij de gevechten komen uiteindelijk zo'n 100 Nederlandse soldaten om het leven. Ter ere van die gesneuvelde grenadiers en jagers zijn bij het monument kransen neergelegd. Koren op de molen, een klap van de molen. Onze taal zit vol molens. En er waren ook tijden dat het hele land er vol mee stond. Maar met de intrede van de machine werd de molen de wind uit de zeilen genomen. Gelukkig is een aantal molens gered van de sloop en wordt nu onderhouden door vrijwilligers. En hun trots was dit weekend open voor het publiek tijdens de Nationale Molendag. Nederland was in de Gouden Eeuw een van de meest geïndustrialiseerde landen. Dankzij molens als De Roos in Delft, die tegenwoordig midden in de stad staat. De molen is een uniek apparaat dat met dezelfde aandrijving kan malen, zagen, stampen, kloppen, pletten, pellen, mengen, hakken en scheppen. Ook al op windkracht, hè? En dat wordt tegenwoordig ook weer gepromoot. Eigenlijk komen we weer een beetje terug bij vroeger. Dat zou je kunnen zeggen, ja. De Delftse molen De Roos is in de loop der eeuwen meerdere keren aangepast en zelfs verplaatst. De laatste keer in 2012 werd de molen even opgetild om de spoortunnel aan te kunnen leggen. De laatste 2 jaar is er weer een molenaar actief. Om de as waar de wieken aan zitten, zit een houten wiel. En daaromheen zitten houten blokken. En als ik hem dan dus stilzet, laat ik die blokken om dat wiel klemmen. Dan remt hij de as af? Ja. Sinds begin dit jaar wordt er voor het eerst in jaren weer koren gemalen in De Roos. En dus zijn er vandaag pannenkoeken van eigen meel. Hij twijfelde geen seconde. Schaapherder Martin ging gisteren uit de kleren en sprong in het water om een van zijn schapen te redden. Het beest liep bij de spoorbaan langs de Zijdesingel in Leidschendam.
Ik ben herder en verantwoordelijk voor mijn dieren. Dus ik red ze ook, verklaarde de herder gisteren tegenover Omroep West. Met het schaap gaat het inmiddels goed, maar de herder heeft wel een naar smaakje overgehouden aan zijn heldendaad. Hij kreeg volgens eigen zeggen een preek van agenten dat hij het niet had mogen doen. Volgens de politie is de herder voor zijn eigen veiligheid vermanend toegesproken, maar hij krijgt geen boete. Kijken we naar de ochtendkranten van vandaag. De 20-jarige Tarik Z. uit Pijnakker, die op 20 januari gewapend met een gas- en of alarmpistool het NOS-gebouw binnendrong, moet morgen voor het eerst tijdens een openbare zitting voor de rechtbank in Lelystad verschijnen. Dat staat vandaag in de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie legt hem vrijheidsberoving, bedreiging en wapenbezit ten laste. Tarik Z. drong door tot een NOS-studio, gijzelde een beveiliger en eiste zendtijd tijdens het 8-uur-journaal. Heel televisiekijkend Nederland was later op de avond getuige van wat zich afspeelde in de studio's. En bewoners rond de markt in Delft zijn het aantal evenementen en de bijbehorende geluidsoverlast zat. Dat schrijft het AD. Ze protesteren binnenkort met een petitie. Harde cijfers willen de bewoners aandragen via meetapparatuur die nu een aantal maanden actief is. Op de markt geldt als een van de weinige locaties in Delft voor bepaalde evenementen een maximum van 90 decibel. Dat is te vergelijken met een voorbijrijdende trein. Veel te hoog vinden de bewoners en daarom een petitie. Dan Dagblad Trouw. Ganzen mogen vanaf 1 juni in heel Nederland gedood worden door middel van vergassing. Tot voor kort was dit alleen toegestaan in een straal van 20 kilometer rondom Schiphol, omdat de dieren daar een gevaar vormen voor het vliegverkeer. Nu kunnen de ganzen ook elders met gas bestreden worden vanwege de landbouwschade die zij veroorzaken. Landschapbeheerders en de vogelbescherming zijn tegen het massaal doden van ganzen. Maar Staatsbosbeheer en natuurmonumenten staan het toch toe in hun gebieden in ruil voor winterrust voor overwinterende ganzen. En dit compromis is onderdeel van het zogenoemde ganzenakkoord. En tot zover het TV West nieuws voor nu. Blijf ons volgen via omroepwest.nl, de app en via Twitter en Facebook. Om 17:30 dan zijn we er weer en dan vanuit onze nieuwe studio. Ik wens u alvast een hele fijne dag.